Je laat iets moois zien. Wat heb je hier opgesteld? Ja, je moet aan de toekomst denken en denken van straks gaan we weer beginnen met van allerlei dingen. Dus ik heb mijn mobiele scherm geïntroduceerd. Oftewel ons vaste scherm omgebouwd naar een mobiel scherm op een aanhanger waar we overal mee naartoe kunnen. Ja, en mag dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken? Nee. Is dit misschien de oplossing? Ja, dit is digitaal vuurwerk. Er zit nog een beetje geluid bij en dat hebben we nu maar even uitgezet. Hier ga jij 2021 mee coronaproof mee op pad? Ja, we zetten hem sowieso coronaproof op pad. En ik hoop dat er inderdaad wat mogelijkheden zijn. Want ja, je moet wat, hè? Ja, hoe was het jaar voor jou? Ja, bijzonder slecht. Je gaat op wintersport met een 90% volle agenda voor dit jaar. En je komt terug en hij is helemaal blanco. Je hebt echt helemaal niks gehad? Nee, dat zijn een paar liefdadigheidsdingetjes voor een beetje voor Hakenberg en een beetje voor een school. En ja, bij het zal allemaal denken, dat soort dingetjes even gewoon wat opvrolijken. Maar daarmee is het dan ook wel gezegd, ja. Mooi zuur. Ja. Ja. Maar goed, we gaan het volgende jaar in. En daarom dan moet je met ideeën komen en denken van wat kunnen we? Nou, vandaar dat we inderdaad dit gaan proberen op te starten. Want zo gauw, zo gauw Nederland weer open gaat en zo gauw we inderdaad weer iets kunnen met entertainment, et cetera, dan kunnen we dit neerzetten. Dan gaan we deze week ook bij de Jumbo neerzetten, de 24e, dat is de eerste try-out. Dan staat hij bij de Jumbo aan de Spoorstraat. En daar komt ook iets heel moois op. En dan gaan we het volgende jaar in. En het mooie van dit is, ik kan hem rijdend bedienen. Er zit een aggregaat op. Ik kan helemaal erboven op 4 meter hoog. Hij is nu 7 vierkante meter. Hij kan uitgebreid worden naar 12 vierkante meter. Dus ja, ik ga een beetje in januari, februari uit als we weer gaan beginnen van een drive-in bioscoop en dat soort dingen. En dan eens even kijken waar we naartoe gaan. Ja, maar nog een jaar stilzitten, dat kan niet, hè? Nee, dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat echt niet goed. Dan verroesten al je ledlampjes, dat kan niet. Hoe zie je het voor het komende jaar, 2021? Iedereen vaccin? Wordt het dan weer gefeest? Ja, ik denk dat het heel lastig is. Ik denk dat ik hoop dat we de kleine feestjes van mensen die 50 worden, dat de bruiloften weer een beetje gaan beginnen. Maar ik verwacht geen grotere festivals en dergelijke. Een van de mooie, natuurlijk doe ik heel veel leuke dingen, maar een van de mooie dingen in Haaksberg is het Tropical Night. Nou, ik heb er nog niet heel veel geloof in. Ik hoop het. Ik hoop inderdaad dat we die inderdaad weer kunnen gaan doen. Maar ik ben er wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Dan maar iets alternatiefs bedenken, of niet? Zoals dit? Ja, zeker weten. Ja, dit gaan we gewoon uitbreiden en dan daar gaan we mee verder.